Tommy van Sail van die Kaapse Forum. Ek is betrokken waar ons by die gemeenskappe werk en waar ons al die acties drijven wat Kaapse Forum drijft in die hele Weskaap gemeenskap. En ons is vandaag hier so om die wereld bekend te maken van die rassewet wat die ANC wil deurdruk op ons mense in die Weskaap en de rest van die land ook. So saam met Solidariteit Kaapse Forum gaan ons vandaag een mediaconferentie hou waar ons dit bekend gaan stel aan die media, aan die wereld en dan waar ons morgen gaan naar die parlement toe gaan en een versoekskrif van oorhandig aan die parlement waar ons die raswet bevechten, waar ons gaan versoek dat het gestop en geskrap moet word, dat het nie kan deurgaan. Bly ek een deel wees van een baie ernstige veldtocht wat ons moet loods en wat ons moet bekend maken aan die rest van die wereld en die rest van Suid-Afrika, hoe belangrijk het is en hoe dit als gaan daarna toe leid dat ons die spiraal ondertoe net gaan vervindig en vererger. So stop hier die raswet, ons geloos van sukses bereik en ek glo elke persoon wat hierdie video kyk of wat hiervan bewus is, gaan saam met ons staan en sy handtekening bysit en sy stop hierdie lawe, mallige raswet.